je mijn doppie? Of had ik mijn doppie? Het is wel een beetje frisjes. Zeevlam. Natuurreservaat. Dat is een behoorlijk... Oké. Hier, daar kan je ook een steen heen. Natuurreservaat. Gaan we doen. Ja, gaan we doen. Welkom te Stongenhuvud. Dit heet ook al Stongenhuvud. Het is super mooi. Ja. Nou, het strand op dan maar, hè? God, wat is dit apart, zeg. Ja, dat lukt niet. Nee, oké. Er staat een molen daar. Luce Schil of Luce Kil. Geen slecht plekje. Alweer niet. Nee, niet echt.
De bodde in Rogotswijkstuga. Ze woonde in de Rogotswijkstuga. Huisje. Anna Maria Hansdotter heeft hier gewoond van 1795 tot 1847. Niels Jacobson heeft daar tot 1834 gewoond. En hun kinderen hebben daar gewoond tot 1866. In dit schuurtje. Weet je, joh. Echt mooi hier. Wat een plekje. Niet slecht. In het huisje heeft een familie gewoond. Verschillende families zelfs. Het is echt werkelijk geweldig hier. Ik zou zeggen, oude mondmijner, maar misschien heb ik het mis. Klein, hè? Wat zei je? Hij is nog helemaal ingericht. Hier stond. Oh ja? Is het helemaal ingericht? Bed, tafel, vuur, alles zat erin. Oké. Ze hebben er met... De bewoonte is open. Ja, dat is een museum ingericht. Een museumstuk. Ja. Gaaf, man. Kijk. Maar goed, de geranium krijgt water. Dat is wel best iemand gewoon voor het huisje zorgen. Ja. Ja. Leuk, hè? Zullen we naar de auto terug gaan en dan kijken of we bij het natuurgebied zelf kunnen komen? Want zo lopen we het huisje, het dorpje in volgens mij. Ja. Het is weer apart hier, hè? Nou, we vervolgen de weg. Sla linksaf. Het is wel een invasie met die camper zo, hoor. Maar linksaf loopt dood. Oh, dat zal doodlopen zijn. Ja, ik begrijp je. Ja, ik ben niet helemaal scheer. Ja, oké. Okay. Gaan we van dood op het gebied? Ja. Peter, ga rechtdoor. Ik vraag me af of we daar mogen parkeren. Ja, dat zien we. Ja, we komen wel precies een woonwijk in rijden hier. Ik vind het een beetje vreemd. Sla rechtsaf en arriveer je op je bestemming. Ik vraag het me af. Dit vind ik wel heel raar. Zouden we hier in moeten en dat is dat de bestemming? Of hier verder? Ik zie daar het hele natuurgebied, maar daar komen we toch niet? Hemschenst. Nee, Geer, dit is niet goed. Dit is niet goed. Ik moet even gaan zoeken, jongens. We zien elkaar zo. We zijn hier net geweest. En we hebben dit een beetje gelopen. Het natuurgebied ligt hierachter, maar we komen er niet bij. Of we zouden hier die werkstadskat dan moeten nemen. Dat zouden we nog kunnen proberen. Dat is het enige die we nog doen. Want anders komen we er niet bij. Vanuit het dorp kun je het wandelen, maar de camper kwijt kunnen, dat is lastig. Dat zou je, want waar wij stonden, was eigenlijk ook alleen maar voor personenauto's. Ik ga hem nog naar één weggetje lozen, kijken of dat lukt. Dan heb ik even twee handen nodig, dus ik zie jullie zo. We hebben een ander punt gevonden. Kijken of we daar erbij kunnen komen.
Lukt dat niet, dan lukt het niet. Het is inmiddels 4:30. Of 4:15 is het. We moeten ook nog naar een nachtplek zoeken. Geen idee of het hier gaat lukken. Dat loopt ook dood. Oh ja, oké. Okay. Ik denk dat dat een beetje aangepast is. Arriveer je op je bestemming. Mag je hierop? Ja. Oké. Okay. Oké okay dan. Dus nu komen we terecht op de campus van een school. Dus we draaien en wegwezen. Hier mogen we niet parkeren. We mogen hier helemaal niet komen, denk ik. Nee, jongen, hier loopt het. Ja, dus er mogen wel auto's komen, ja? Nou, tot hier wel, ja. En nou is dat een hekje. Ja, daar mogen we er niet meer in. Nee, nee, het is echt over hier. Het was te proberen. Nou, dat lukt dus niet. We gaan in ieder geval van de campus van school af hier. Oké, okay. Nou. Het is 4:45. We komen er niet op zo. Dus deze routes die zij heeft, dat zijn natuurlijk wegen. Maar je komt hier op het terrein van het gymnasium terecht. En dat is geen openbare weg, dus daar mag je niet parkeren. Hier waar we staan staat gewoon P, dus hier zou je misschien wel kunnen staan. En van hieruit zou je het kunnen lopen. Maar dat wordt dan een aardige tippel. Dus wat doen we? Wat denk je? Nou, ik denk dat je hier in de buurt ook niet echt een slaapplaats vindt natuurlijk. Nee. Dus ik denk toch wel wat stukken moeten gaan rijden. Denk het ook. Dus zullen we eens even gaan kijken hoe het eruit ziet op de kaart. Weet je wat ik doe? Ik ga eerst even kijken naar campercontact. Misschien hebben die wat. Dus maps uit. Dit was wat we wilden rijden. Dit is het natuurgebied, maar dit is allemaal stad. En dat staat niet echt op Google Maps. Dat is niet heel duidelijk. Dan gaan we naar campercontact. Oké. Okay. En dan zijn we hier. Ze vindt ons hier. En ik had er zomaar één aangetikt. Nou, het mag duidelijk zijn dat die waarschijnlijk allemaal gewoon geld kosten. 200 kronen. 220 kronen zelfs. Oké, okay, dan wordt het een stukje rijden. Dat wisten we eigenlijk wel. Als we van die landtong afgaan. Streums Slottenpark. Het Castle Park en Castle Center is 1,5 kilometer. Dit ziet er beter uit. Kijk, groen. 0 kronen. Pleasant, peaceful place, no amenities. Nice park with grill places that are used well. Play, a small playground, little or no traffic. Wat dacht je van deze? Streums Slotpark. Klinkt goed. Bij Lila Edith, dus kleine wc-papier. Daar is die. Google Maps. Ta-da-da-da. 1 uur en 10 minuten. Zo, dat is nog wel een aardig eentje. En dit is 1 uur en 22 minuten, maar dat is waarschijnlijk 1,5 is 64 kilometer, dus een stuk korter. Dat scheelt 23 kilometer. Ja, ik denk dat het over de snelweg gaat, dus we nemen die wel. Deze? Ja. Oké, okay. Start. Ga richting oosten. Mooi. 1,5 uur rijden. Dan komen we, want het is nu 4:30, 5:00, 6:00 aan. Tijd voor het eten. Bosrijke omgeving. Nou, deze westkust is heel erg leuk. Heel erg gecultiveerd, uiteraard. De plekken die je kunt bereiken, die zijn campervriendelijk-ish. Je mag 200 meter. Sla rechtsaf. Duidelijk op sommige plekken niet staan. Maar het wordt gedoogd overdag. Maar we hebben in reviews gelezen van plekjes dat je door de politie weggejaagd wordt 's nachts.
dat er staat voor vans only, dus busjes, maar niet voor grote motorhomes. Kom weer bij de haven. Hier is ook een camperplaats. Kom maar. Maar we houden van bomen. Ja, als je €20 wil betalen en hutje-mutje wil staan met uitzicht op een rode gevel. En waarschijnlijk een hoop herrie 's nachts of 's avonds. Nou, sta je daar goed. Wij doen het maar niet. Wij gaan de boom opzoeken. Ja, dat heb je met ontdekkingstochten. De ene keer vind je iets prachtigs en de andere keer valt het tegen. Of kom je er niet eens bij. Dat kan gebeuren. We gaan hier naar rechts. Naar de 161. Ik ben heel blij dat Geer even dat buitenwijkje ingedoken is bij dat strandje. Dat was leuk om te zien. En nu gaan we landinwaarts. Kijk maar. We laten de wolken weer achter ons. Want dit hangt aan de westkust, aan de kuststrook. Breie Oost. Voor 600 meter, neem de veerboot. Dat dacht ik niet. Rijden we de veerboot op? Oh, dan kan je hier draaien. Wat? Veerboot? Ja hoor. Dat was natuurlijk de korte route. Ja, duidelijk. Nou, kunnen we al nemen. Ik weet niet wat die kost. Heel kan ons het schelen. Laat die maar eerst voor. Veerboot is een beetje onverwacht. Mappie. Ja, ik heb er natuurlijk niet op veerboot of tol ontwijken. Nesta Afghan, 1645. Dat betekent dat we net op tijd zijn. Geen idee wat het kost. Max 20 km per uur. Geweldig. Nou, dat maar weer. Right. Ja, ik kan ze ook cash betalen, maar misschien willen ze het met kaart. Gaan we kijken. Ja. Nou, onverwachts. Ja. Daarom duurde het zo langer. Ja. Ja, want je staat stil. Het scheelt benzine. Nou, leuk. Oké. Een veerboot. Ach. Doe dan een keer weer. Het is weer eens wat anders. En dat in Zweden. Ja, een veerboot over een fjord. In Noorwegen zijn ze gigaduur. Steve heeft geloof ik zelfs €40 betaald voor een overtocht. Ik heb geen idee hier. Het zou wel zonde van de centen zijn, maar we gaan het merken. Ja. Ze komen vanzelf langs met de portemonnee. Ja, dat is mooi. Oké, het veer kost niets. Zet hem erop en je wordt gewoon gevaren. Nou ja, dat is echt nieuw. Ik heb nog nooit niks betaald. Nog niks. Ik heb nog nooit niks betaald. Dit is echt leuk. Iedereen blijft lekker zitten. Dit is gewoon een bewegende snelweg, dit. Dit is echt wel... Geweldig. Ja. Service? Dit is een hele mooie service. Dan zijn de camperplaatsen zijn duur, maar het veer kost helemaal niks. Nou, dus even kijken waar we dan zitten, want dat vind ik toch wel heel erg grappig. Ik heb de kaart er juist niet bij gepakt. Omdat ik dacht van, nou joh, Mappie regelt het wel. Ja, dat heeft ze ook gedaan. Vandaar dus dat inderdaad die tijd langer kan zijn. Oké, dus we zijn hier. Dit hier, ja kijk. Hoe kan het nou, joh, dat ik hier... Nationaal Park, dit is allemaal stad. Dat had ik toch moeten weten? Ik ben een beetje wouws geweest. Hier zijn we natuurlijk... Nu zijn we aan het varen. We gaan niet zo, gaat. Ja, dan gaan we zo. Dan pakt hij waarschijnlijk dit stukje A6. En dan gaan we hier de 167 op richting Lila Edith. En hier Strum. En hier in het bos ligt het slot. En daar gaan we als het goed is slapen. Nou, ik vind dit echt goud.
dit is weer een leuke ontdekking. Ja. Kijk, het waren eigenlijk niet kunnen schelen wat het kostte, maar... Nou, nee. Kijk, als het je staat er toch wel op. Minder, maar oké, okay, ja. Dan nog. Nou ja, weet je, ik vind dit leuk. Het is weer een leuke ontdekking. Dat is met zwerven zo. Je komt van alles tegen. Zelfs Gulbrit. Het kontje van Gulbrit. Ze is snel. Gulbrit. Daar was die boot. Ach, wat gaaf dit, jongens. Ach, wat gaaf. Zie jullie aan de andere kant. Ciao!